Ja, het is niet te missen. Dit is de Dik voor Mekaar Show. Een programma dat alle radioregels aan zijn laars lapte. André van Duin maakt het samen met Ferry de Groot. En Ferry is bij mij in de studio. Ferry, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Oh. Hallo. Ja, de radio bestaat 100 jaar. Jij hebt daar een groot deel van meegemaakt, zo'n 35 jaar. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, met heel veel plezier terug. Ik heb wel wat meer gedaan, hoor, dan de Dik voor Mekaar Show. Dat weet ik. Was maar één dag in de week, dus... Ik ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan en dat heb ik tot het einde toe volgehouden. Het is ook heel erg leuk werken bij de radio, inderdaad. Jij begon ooit als technicus van André van Duin op Radio Noordzee. Ja, dat was een smoesje. Een smoesje? Dat, ja. En daar zijn we allemaal ingetrapt. Ja, nee, kijk, ik was eigenlijk al van de ziekenomroep af was ik programmamaker. Maar ik kon bij Radio Noordzee binnenkomen als ik me voordeed als technicus. Ah. Dus dat heb ik gedaan en uiteindelijk... Dat was ook het bezwaar van de oude John de Mol, de vader van de nieuwe John de Mol. Die vond eigenlijk dat technici niet mee mochten praten in het programma. Dus die begon steeds moeilijker te doen bij de Dik voor Mekaar Show. Ja. Dat meneer de Groot daar een rol in kreeg. Dat vond hij niks. Want waarom vond hij dat niks? Ja, dat weet ik niet. Hij is overleden, dus je kan het niet meer aan hem... vragen, maar ja, ik denk dat het iets met traditie of zo te maken had. Ja, maar jullie gingen daar wel gelijk dwars tegenin, toch? Ja, maar dat hadden wij allebei een beetje. Dat heb ik ook dat had ik op de school, op de Mulo had ik dat al, dat ik overal dwars tegenin ging. Ja. Dus, en André natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, maar André was wel altijd, vond ik, iets milder en iets verstandiger. Ik wilde graag mensen tot op het bot afbreken en hij niet. Hij was eigenlijk wel meer van, een beetje rustig aan en we moeten misschien ook nog eens een keertje met hem in de kantine. Klinkt wel als een perfect duo eigenlijk, dat elkaar een beetje in balans houdt. Ja, dat was het ook, denk ik. Ja. 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 Als jullie samen beginnen te praten, dan ligt iedereen gelijk al in een deuk. Dat zag ik pas dus ook, wat is het, pakweg een half jaar geleden bij De Wereld Draait Door. Hoe komt dat, denk je? Geen idee. Ik kan er echt geen antwoord op geven. Mysterie is voor jezelf nog niet ontrafeld? Nee, het lult een beetje aan. En, want ze hebben ook altijd aan ons gevraagd van... Hoe bereiden jullie dat nou voor, zo'n Dik voor Mekaar? Ja. Nee, niet. We deden eigenlijk maar wat. En, als we het leuk vonden, dan lieten we het staan. En als het niet leuk was, dan... ging het in de wispot. Ja, dat is eigenlijk het allerleukste om te doen natuurlijk. Gewoon een beetje aanmodderen en kijken wat aan de muur blijft plakken. Ja, precies, toch? Precies. Laten we even luisteren naar een stukje uit de Dik voor Mekaar Show. U zit hier op de wagen natuurlijk, zoals iedereen. Ook hier nu is het weer tijd geworden voor de Dekkelse Ronde. En hier is uw gastheer. Gastheer. De vuilnisbakken zijn weer naar binnen, daar komt hij, hoor. Hallo fans. Hallo fans. Hier is meneer De Groot. Ligt niet aan uw radio, hoor. Hier is die Dik. U denkt misschien wat ligt er nou ineens op de vloerbedekking, zijn de konusjes. Heb ik Frans Jonker uit Gielse, is een Brabant. Maakt niet uit, mag gewoon meedoen. Een doosje vanavond met mij. Nou. Weer, want ik ben 3 weken op wintersport. Liggen! Hij regisseert en hij werkt bij de gemeente. Hij regisseert en werkt bij de gemeente. Dat is Guus van Stratenmaker. Ik ben over... Ah! Ja, fantastisch. Schud jij de grappen gewoon uit je mouw of was het gescript? Oh, nee, het was niet gescript. Maar ik schud hem op ook niet uit mijn mouw. Dan wordt denken er echt wel over. Het is wel een bepaalde manier van praten en zo. En elkaar voorzetjes geven. Dus, hoe ontstaan die typetjes dan? Is dat gewoon een kwestie van een avondje doorzakken met z'n tweeën? Of, Nee, de types die zijn bij ons eigenlijk allemaal wel te herleiden tot echte mensen. Ome Joop had ik eens een keer
verteld dat mijn vader, die heette Joop, en dat hij altijd... ik schreeuw nooit, riep hij dan, en, of ik word nooit kwaad. En uiteindelijk is dat een typetje geworden en Harry Nack was een saxofonist in het orkest wat de revue van Van Duin deed. En Beb en Toos waren de vrouwen van zijn manager. Ja, ja, ja. Dus je moest eigenlijk een beetje oppassen als je in jullie leven was. Ja, ja, precies. En wat om ons heen was, we hebben ook een hele irritante collega gehad. Kees Wijburg heette die. Laat het hem niet horen. En dat is nu Henk Dulles. Ik mag wel even een tekstje, want ik schud dat zo uit mijn mouw. En even een tuintje, meneer Volker. Je merkt dat ik lig ook gelijk in een deuk. Waarom werkt dit zo goed? Ja, geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik heb er geen verklaring voor. Ik vind het heel erg leuk dat het allemaal zo gelopen is. Maar ik heb van tevoren nooit bedacht van... nou, ik wil een komiek op de radio worden. Het is gewoon zo gelopen. Gewoon zo, ja.